De Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname heeft gisteren de nieuwste 12 songs aan hun repertoire toegevoegd. De lancering van de nummers met videoclips van Suripop 21 was in het bijzijn van de componisten, zangers en de media. Na deze editie van Suripop is reikhalzend uitgekeken, zeiden de presentatoren van de avond Henk van Vliet en Odette Miranda. Merendeels ook omdat de stichting 45 jaar bestaat en Suripop al 40 jaar een begrip is in Suriname, zegt Frank Cameron, voorzitter en medeoprichter van de stichting. Cameron is er trots op dat dit stukje dat zo'n belangrijk deel uitmaakt van Surinames kunst en cultuur niet is gaan doodbloeden. Dat gewoon het een hoogtepunt bereikt en dat de mensen zo erg enthousiast over zijn. Dat vind ik erg prettig. En als iemand van het eerste uur, als u kijkt naar hoe de lijn zich heeft bewogen de afgelopen 40 jaar met de genre, de type muziek. Wat is uw mening? Nou, heel prettig, want dan zie je dat er een progressie heeft plaatsgevonden. En dat vinden we heel prettig. Het is niet gaan uitsterven. Als voorzitter, wat is uw boodschap en uw advies naar de samenleving, vooral met Suripop 21? Dat zij Suripop blijven ondersteunen en dat ze de muziek steeds blijven spelen. Van Vliet, ondervoorzitter en ook medeoprichter van de stichting, heeft een heel voldaan gevoel bij zo'n bijzondere avond. Van Vliet blik 40 jaar terug in de tijd naar het moment dat het eerste zaadje van Suripop werd geplant. De stichting en de bestuursleden zijn er heel erg trots op dat Suripop is geworden wat ze hadden gehoopt. Toen het zaadje werd gelegd, hadden we niet gedacht dat het zou uitgroeien tot een nationaal product. Naar een festival dat geaccepteerd wordt door alle Surinamers. Want dat is het belangrijkste eigenlijk. Jong en oud, ongeacht welke culturele achtergrond je hebt, Suripop spreekt je aan. Omdat de componisten ook schrijven, niet voor een bepaalde groep, voor de tieners, jeugdmuziek, ze schrijven om alle harten te bereiken van alle muziekliefhebbers in Suriname. Nou, en dat is gaan groeien in de loop der tijden. We zijn voorzichtig begonnen, maar het was vanaf Suripop 1 in Thalia, 26 november 1982, direct een succesformule. En ik ben blij dat het zich heeft ontwikkeld tot wat het op de dag van vandaag is. Zodat we nu op 3 december Suripop 21 kunnen presenteren na 40 jaar. De 12 componisten voor Suripop 21 zijn geen onbekenden in de samenleving. Het gaat in deze om Cloud, Scrappy Way Dingen, Jennifer Naarden, Emmanuel Sanvisi, Nicole McIntosh, Roberto Banel, Donovan Mahadeo, Hilkia Lopman, Rudy en Unise Fernand, Clint Fasal Ali Khan en Ricky Schengayun, Del Sigio Schijneman, Gino Crazy G. Amersing en Ferdinand Schet. Suripop wordt om de 2 jaar gehouden. De laatste Suripop was dus in 2018. Maar vanwege het COVID-19 kon de show in 2020 geen voortgang vinden. De liveshow is op zaterdag 3 december in de Anthony Nesty Sporthal. En dan wordt duidelijk wie er met de 21ste Shu Shinafung trofee naar huis gaat.